Naomi maar Naomi is bijzonder omdat er een deel van de roots erin zit. Maar het is gewoon nu, het is wel hedendaags. Ja, het begon met één product die liep en er was veel vraag naar. En dat product was een hooded scarf. Is een sjaal die gedragen wordt door iemand van 60, een hippe vrouw. Maar een jongen van 16 jaar, ja, die kan het ook met swag dragen. Toen werd ik een beetje getriggerd om een kledingcollectie te maken daarnaast. De kliniek is ontstaan door het feit dat ik met Naomi bezig was, het merk. Toen ben ik gestart met verschillende ontwerpers in een winkel op de Haarlemmerstraat. Toen dacht ik van nou, er is hier wel vraag naar en mensen reageren positief. Maar ik kon mijn product op een A-locatie verkopen in het centrum en ik heb er werk van gemaakt. De cultuurlening betekent voor mij als ondernemer dat ik continuïteit kan leveren en gewoon rustig creatief door kan blijven gaan. Het is volgens mij bij heel veel mensen die creatief beginnen en groter worden en wel onder de kunstenaars vallen, niet eens bekend dat er zoiets is. Het voordeel van zo'n lening is dat je er begeleiding bij krijgt als kunstenaar of als creatief persoon. Het is niet van hier het geld en bekijk het maar. Ik onderneem in een hele spannende periode waarvan positieve mensen zeggen als je het nu haalt, dan kom je er altijd doorheen. Het is wel leuk om te zien dat mensen heel erg positief zijn en geïnspireerd raken door hetgeen wat je maakt, door de winkel die er is. Dat je andere ontwerpers ook heel erg inspireert. Door de Mercedes-Benz Fashion Week was er zoveel media en ja, je naam is gevallen en ik vind dat het gewoon nu iets moet zijn wat, ja, wat mensen gewoon denken van daar willen we meer van weten. Over 10 jaar sta ik in de Vogue. Word ik verkocht in Macy's, de grote warenhuis in Amerika. En ben ik een begrip. Naomi by Naomi. Ja, dat is het een beetje, denk ik. Dat is zo raar. Zo niet Nederlands, zo arrogant.